27 zetels gisteren hier aan tafel met Maurice de Hond voor de PVV. Denk je dat daar nog iets af kan of bij kan? Het lijkt wel of het Van Roes vrij staal is. Dat getal staat er al een tijd. Want de andere partijen zullen nu proberen dat electoraat op een of andere manier te bereiken. Jort heeft daar nog een. Ik wil er pas over zeggen, maar jij toen net in de kleedkamer, de Fortuin-methode. Sorry, nee? Oh, nee. Pak nou ja, wat waren jullie aan het doen? Hij kan maximaal. Hij heeft nog een. Gisteren heeft Wilders gezegd, en wij worden de grootste. Ja. Dat zei Fortuin ook na de gemeenteraadsverkiezingen van 2002. Hij kijkt ook naar elementen van de strategie van Fortuin, maar hij heeft ook zijn eigen. En Maurice de Hond heeft zelf ook aangegeven dat er nog een doorgroei zit. Wilders mobiliseert niet-stemmers. Wilders mobiliseert, zoals het heet in het Engels, catch-all bij alle partijen. En dat is beslist niet uitgesloten. Felix, ik zou echt nu geld erop durven zetten. Hij wordt het. Dat denk ik echt. Dit is het media-effect. Hij roept zelf een profetie over zich af en dat gaat gebeuren. De vraag was, kunnen de andere partijen, want die zijn nu natuurlijk bij elkaar in alle verloven zijn nu ingetrokken. Ja. Hoe gaan we dit attackeren? Ja. Kunnen zij nog ergens bij dat electoraat komen? Of is dat electoraat inmiddels... Mag meneer Hiedema zich er ook in mengen als hij zin heeft? Als hij zin heeft, wel. Ja, maar dank je wel. Je zit met z'n drieën te praten. Ja, ik heb er echt zin. Nee, maar goed, ja, ik heb daar scherpe ideeën over. Kijk, er worden altijd lijnen langs de strategie. Wordt nu onthuld hoe men zich met cordon sanitair of hoe je stukjes inhoud kunt wegplukken. Maar in het partijprogramma van Wilders zit één groot granieten blok element waar niemand zich aan durft te wagen. En dat is de immigratiestop. Mm-hmm. En mensen die voelen bliksems goed aan dat als je de gezondheidszorg, het basisonderwijs, al die kwesties wil aanpakken en integratie, dan zou je een beetje rust in het land moeten brengen. Dan moet je met Paul Scheffer zeggen dat afsluiting om de sociale eenheid te bevorderen het serieus het overdenken waard is. Dat zei de SP ook al in 1990. Mm-hmm. En Wilders roept dat keihard. Maar er is een groter granietenblok. Dus het is een groot granietenblok. Nee, er is nog een groter granietenblok. En dat is dat? Nou, dat is even serieus. Dat heeft te maken met of u wel of niet minister van Justitie wil worden. U bent een zeer hooggeacht strafpleiter. Dus u zou wellicht heel goed gekwalificeerd zijn voor minister van Justitie. Stel dat u dat zou worden. Gaat u dan de grondwet veranderen vanwege... het gelijkheidsartikel. Ik zou naar openingen zoeken, zodat je toch een emigratiebeleid... Nee, is wat ik heb nu over het gelijkheidsartikel. We hebben het over de hoofddoekjes. Hoofddoekjes, ja. Nee, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Die hoofddoekjes, dat vind ik zo weinig interessant. Nee, maar goed, dat is natuurlijk bij Wilders. Nou, dan kan je dat toch lekker inleveren. Nee, maar dat is dat leef je in. Oké, okay, ja, nee, dat is klaar. Hoofddoekjes zijn weg. Grondwet niks veranderen. Nee, maar dat is nogal... Klaar, dat is weg. Hoewel, ik zou me eerst wel eens willen oriënteren hoe Nicolas Sarkozy ook tot eenzelfde opvatting is gekomen. Misschien dat me dan bedenkt, dat weet ik niet. Mm-hmm. Oké, maar goed, dit is al een begin van de onderhandelingen. De tweede is de integratie. Nou, er is natuurlijk al sinds 2002 en 98 al een begin gemaakt met een verharding van de immigratie. Je kan natuurlijk zeggen, we gooien de deur helemaal dicht, pats, tak. Dan krijg je grote problemen met Straatsburg. Dan moet dat maar. Absoluut. Voor de jonge kijkers, de wetgeving in Europa is dusdanig, mm-hmm, met het akkoord van Schengen, mm-hmm, dat er gewoon een migratie is binnen Europa en ook met een bepaalde toelating. Ja. Maar dus, het PVV is ook niet echt gecharmeerd van Europa, mm-hmm, geloof ik. Dus dat maakt ze denk ik dan... Maar eigenlijk heeft Wilders natuurlijk zelf al gezegd, maar u kent die concessies beter. Ik wil een heleboel concessies doen op integratie, maar u wordt wellicht minister van Sociale Zaken, alleen niet op de AOW. U heeft nu al twee portefeuilles. Mm. Ja, het duizelt me. Nee, maar dat heeft... Nou, ik ben sinds kort AOW-deskundige, kan ik u melden. Maar ik wil die van mij best inleveren dat een ander wat verlichting krijgt, hoor. Ik weet niet of dat een oplossing is. Heeft u in de praktijk veel zeg maar, allochtone crimineeltjes gehad? Ja, zeker. Cliënten, kijk, dat geloof ik. Jullie zitten allemaal heerlijk te kletsen. Ja. En er wordt wat afgekletst. Je wil het niet weten. Dus journalistiek, die leest geen boeken. Lees het boek van Fritsma. Dan kun je een beetje zien hoe het er in mijn wereld aan toe gaat. Ik sta per dag in de huizen van bewaarding. Mm-hmm. Ik sta per dag in de rechtbank. Ik zie per dag auto's binnenrijden met allemaal autochtone jongetjes. Ja. Die krijgen in de rechtbank allemaal een stempel, bestraft, strafregister, nooit meer aan het werk. Tientallen honderden per week. Maar die hele onderklasse die wordt helemaal weggepoetst en die gaan naar de loketten. En er is geen hond die ze die waarom barst heeft u dat, voor waarom heeft u dat als advocaat dan altijd gaan? Waarom bent u niet met het Openbaar Ministerie gaan werken? Met de politie om het aan te pakken? Omdat ik het juridisch bedrijf zo spannend vind. En de psychologie die jongens omringt ook zo spannend vind. Hey, maar meestal zijn ze loeislim en kan ik er heel goed mee vinden. En kunnen we samen een prachtige strategie ontwerpen. Het prikkelt mijn fantasie. Maar ik werk daar voor de eenling. Nee, maar dit is ook maar als ik het hele verband... Dan zou ik mensen, jongens van de Tweede Kamer, lopen ze een weekje met me mee. Maar wat zou u zeggen? Deporteer die kinderen of wat?
Nee, natuurlijk niet. Oh, dat niet. Ben je bedonderd, dat ga ik ook inleven. Een wilde standpunt. Tenzij zij dubbele nationaliteit hebben en hierbij herhaling in de fout, natuurlijk wegwezen. Wat dacht je wat er in Amerika met je gebeurt? Nee, maar wat dacht je wat in Australië met je gebeurt? Hij heeft een punt. Kijk, dat is het hele probleem. Hij heeft het over kletsen en over niet boeken lezen. Nou, ik voel me niet aangesproken. Ik heb jaren geleden wezen filmen met collega's in de Akbarstraat. Weet ik nog, in de Leidsestraat? Nee, in de Akbarstraat. Nee, ook in de Leidsestraat. In West. Ja, maar ook in de Leidsestraat. Zijn we een jaar geweest. Nee, daar begonnen. Ik heb nu even over de harde materie. Kom aan, het loopt uit de hand. Even de harde materie. Het punt is dit, dat het veel te lang geduurd heeft in Nederland, dat men gewoon zwart en wit benoemde, de goede dingen en de slechte dingen. Er is een grote hoeveelheid Marokkaanse jongeren die inderdaad geen paspoort heeft. Mm-hmm. Dat is een groot probleem. Mm-hmm. En dat is het gevolg van de migratie en van allerlei techniek die daar omheen hangt. En er wordt natuurlijk nu harder opgetreden. Dus Hiddema heeft helemaal gelijk. Hij heeft in een aantal opzichten een punt. Maar je lost het niet op. Maar je lost het niet op. Je lost het niet op. En dat blijkt ook uit Wilders' uitspraken. Met de retoriek van deporteren. Oh nee? Nee. We hebben hier in Rotterdam, in Amsterdam, is één keer sprake van geweest op instigatie van Marcus, die twee broers. Ja, ik kan u uit eigen waarneming zeggen dat dat grote paniek in de kring van betrokkenen heeft teweeggebracht. Als dat jongetje was uitgezet en uitzetting beleid werd, moet je eens kijken wat er gebeurt. Mag ik nog één vraag? Ja, u woont in Maastricht. Wat heeft u gestemd? Ik heb niet gestemd, want ik woon ook in Amsterdam. En hier kandidaat, mag ik, hier minister, mag ik justitie, premier, heeft niet gestemd. Premier. Ja, dan word ik gedreven naar het milieutje van Rita Verdonk. En die uithoek heb ik helemaal geen zin aan, dus dat kan niet. Ja. Bo, je geeft bijna in je hoofd. Wat? Net, hier, of je bedoelt dat ik... Dat, ja. Ja, zou ik het nog, moet ik het nog een keer doen? Ik vind wel het feit dat u hier zit, denk ik... Nou, kijk, dat is een meneer, daar hebben we wat aan. Daar kunnen we mee praten. Die is echt een bekende strafpleiter. Maar er moeten zo meteen ook nog 26 andere zetels gevuld worden. Ik ben heel benieuwd wat daar allemaal gaat zitten. Oh, weet je wat er in de PvdA rondloopt aan... Wilt u die allemaal hebben? Aan de restant voor, zou ik maar zeggen, 20 mensen op de achterste banken. Daar kijkt ook nooit een hond naar om, hoor. Ja. En die hebben allemaal één natte droom. Die willen burger meester worden van de middelgrote stad. Ik weet niet of dat goed is. Ik weet niet of u dat moet zeggen. Meneer Hiddema, heeft u overleg met Wilders? Nee, geen stom woord. Nog nooit gehad? Nee, nog nooit. Ik verdedig hem te vuur en te zwaard. Ook omdat ik boos ben. Hè. Ik ben ook. Ik vind dat je Wilders moet stemmen, ook vanuit pure rancune. Ik ben een boze witte man in dat opzicht. Ik vind dat als je niet helemaal zou weten wie je zou moeten stemmen, vind ik al dat je hem zou moeten stemmen. Maar dat is omdat hij vanwege zijn overtuiging, hij roept niet op tot geweld, vanwege zijn overtuiging zijn hele privéleven moet inleven en al 6 jaar lang onder bewaking staat. Zo iemand mag bij wijze van demonstratie, dan mag je een stem hebben en die wordt afgegeven tegen die rotzakken die hem nog steeds willen doodschieten. Meneer Hiddema, ik ben benieuwd of je het redt, hoor. Meneer Hiddema, met alle respect voor uw vak en voor wat u zegt. Maar stemmen uit rancune, de rancuneleer, mij spreekt het niet aan. Ja, maar ik ben veel te vrolijk om echt rancuneus te worden. Ja, maar wacht even. Of het is menens wat u zegt, of het is flauwekul. Het komt mij toevallig goed uit. Stemmen uit rancune en niet stemmen uit blijheid. Ik heb wel eens voorgesteld om Wilders eens per maand namens alle parlementariërs met applaus te ontvangen ter demonstratie tegen die lui die hem willen doodschieten. Maar we gaan of serieus hierover praten of het wordt een soort cabaret. Daarvoor is te veel aan de orde. Nou, wat kan, als u zegt, je stemt uit rancune, zegt hij nee, daar ben ik te vrolijk voor. Nou, er stemmen inderdaad een heleboel mensen. Mensen uit rancune op Wilders. Als ze dat is voor alle politici in Nederland een probleem. Waarom? 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 Omdat je in een land wat zegt, wij zijn een vooruitstrevend land. Wij willen met elkaar tot een goede economie komen. Op het punt van duurzaamheid. Ga zo maar door. Meneer Rotterberg, laat me even één zin uit. De onderbuik bedoelt u, hè? Nee, die onderbuik is per definitie rechts. Nou, ik kan u vertellen dat in de historie van dit land, in de democratische historie, altijd is gestemd vanuit de linkse onderbuik. Tegen de kapitalisten met een glimmende hoed, ja, met een dikke... Nee, maar is nou iemand met uw statuur dat kokette maatpak, kun je nou niet iets netter praten over... Kijk, ik vind het zo raar dat er zoveel mensen in Nederland boos zijn. Een van de rijkste landen van de wereld. En we hebben nu een paar miljoen mensen straks die op een vent met peroxide haar gaan stemmen. Jongens, nou, jezus, kunnen we even normaal doen misschien? Ja, maar dat is dus nou een argument. U bent de rechtse beschaving. Ja. Stem nou gewoon op een nette rechtse partij. Kijk, maar dit daar, loopt dus wel uit de hand. Wordt de politiek weer gebruikt om mensen die de politiek aanhouden, niet vanwege het landsbelang, maar vanuit imago en lifestyle. Nee. Daar kan je mee voor de dag komen. Eén reactie. Ja. Rancune
is verwoestend voor samenwerking. Nou, wat een onzin. Een beetje rancune kan geen kwaad, hoor. Als je, daar ben je zo weer kwijt. Tot zover. Mag ik de heer...